Dag Anke, blij dat je meewerkt aan de video. Ik heb ook 22 video's gemaakt van Almeres die de stad haar gezicht gaven. Dus wat vind je ervan? Nou, ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken naar deze 22 video's van oudere en jongere mensen. Allemaal mensen die met hun verhalen vertellen over dat zij de stad maken. En dat vind ik zelf wel ontzettend mooi. Hè, dat er in Almere zoveel mensen zijn die met eigen handen en ook het hart de stad hebben gemaakt. Ja, ze schrijven echt geschiedenis. Almere is jonger dan ik. Ja. Zo'n 45 jaar bestaat dat. En verhalen, ik geloof over erg in de kracht van verhalen. Verhalen vertellen. Verhalen vertellen ook de geschiedenis van een tijdperk. En dat doen deze mensen. En ik vind het ontzettend leuk dat zoveel mensen er ook aan meewerken. Ja, en ze hebben de stad gemaakt. En jij bent nu eventjes de hoofd van de stad, zal ik maar zeggen. Ja, wat hoop jij voor geschiedenis te schrijven? Nou, wat ik mooi vind aan Almere is, je ziet dat mensen hier samen allemaal pionieren aan de stad. En ik ben ook wel een beetje van het hands-on pionieren. Dus ik hoop ook mensen te stimuleren in die tijd dat ik er ben. Laten we ervan uitgaan dat ik er zo'n jaar ben. Dat ze hun positie kunnen innemen om samen te werken aan de stad. Dus ik probeer zelf ook met mensen te praten over wat is nodig eigenlijk om de stad eigenlijk een gemeenschap te laten zijn. En daar probeer ik mijn bijdrage aan te leveren. Ja, en heb je daar nog een speciale vorm? Nee, ik hou heel erg van het gesprek aangaan met mensen. Een burgemeester is ook een burgermoeder van de stad, of een burgervader als het een man is. En ik hou heel erg van eens even ergens naartoe gaan en met mensen praten over wat ze beleven en wat ze raken. En dan kan je van daaruit, wat je opsnuift eigenlijk, weer je werk gaan doen. Dankjewel. Graag gedaan.